We rijden dus allebei twee zwart op zwart auto's. Ja. En dat was een tijd dat ik zwart in de trein ging naar hem. Naar mij toe, ja, ja. Zeker man. Ja, dus man. Ging naar Zaandam en dan zat ik in zijn woonkamer. En we kennen elkaar, we zagen elkaar voor het eerst. Ja, en het was gewoon al meteen van ai. Toen vroeg ik hem, kan je me volgen op Twitter? Toen deed hij heel erg moeilijk, dames en heren. Mensen, dit is weer een nieuwe aflevering van Op 1 Lijn en dit keer met My G! What's up? Jonna Fraser! Alles lekker, jongen? Ik ben er, man. Ik ben er ook. Thanks for having me. Sowieso, man. Je weet toch, het is gewoon fam. Ik wil alvast zeggen, ga niet te veel in die vibe die we altijd hebben. Snap je? Nee. Anders wordt niet. Snap je, wordt het niet gezellig. Dus ja, wordt toch gezellig, man. Wordt te veel. Yeah. Ja, weet je toch, we maken te veel grappen met elkaar. Maar oké, okay, we gaan serieus. En eerste nummer, gok maar, welke denk je dat het is? Eerste nummer, nou weet ik niet. Van mij? Ja. Ik weet het niet, man. Oké, okay. Het is? Ja, nummer wil never komen. Jawel. Hey! Ja, dat is een goed nummertje, hè? Dat is wel een low-key classic, toch? Low-key classic, hè? Ja, toch. Oké. Okay. Die gaat altijd heel hem als ik optreed. Deze? Terwijl je niet eens heel erg veel voelt. Ja, ik snap je. Als ze willen breken, dan moeten we het maken. Is me niet op zee, schat, ik zal een gokje wagen. Ik zal van je houden, geef me je vertrouwen. Ik wil dat je rijdt en niet met me meeleeft. Ik wil dat je flex, ik wil dat het mee zit. Ik ben niks. Blijf van mijn leven. Ik wil dat je bij me blijft. Jij bent beter of ben blij. Al mijn zorgen raak ik. Alle sweet monks en sweet girls. Als ik kijk, around the whole world, man. En dan gaan we van 3 naar 2, naar 3, 2, 1. Oké. Je zegt, ik heb nog zoveel op mijn lijst. Wat heeft Jonna Fraser allemaal nog op zijn lijst? Wat heb ik nog op mijn lijst, ja. Natuurlijk veel bereikt, maar wat heb je nog op je lijst? Dat je echt misschien graag zou willen of graag naar vooruit kijkt? Wat ik op mijn lijst heb, ja, sowieso met al mijn boys, al mijn niggas ball out, dus dat iedereen er goed zit. Mm-hmm. Dat is ook gewoon het doel van mij. Mm-hmm. Veel meer pokus maken. Mm-hmm. Veel meer succesvolle pokus trouwens. Mm-hmm. Wat heb ik nog meer op mijn lijst? Nog veel meer, man. Gewoon, ik wil de wereld zien. Ik wil niet alleen Nederlandstalig doen. Ja. Ja, veel shit, man. Veel shit. Nieuwe kids, nieuwe alles. Ik heb nog zoveel op mijn lijst. Je hebt nog heel veel op je lijst. Oké, okay. En ze zeggen je moet het laten. Maar heb je dat veel meegemaakt in je leven? En niet alleen qua relatie, maar ook ja, qua andere dingen, ja, toch? Gewoon sowieso dat niet dat ja. Mensen niet achter je staan, maar dat ze gewoon zeggen van het is beter dat je het laat, maar het is beter voor jezelf. Ja. Maar ik ben altijd zo'n koppige nigger geweest, dus ik luister niet heel vaak naar mensen, maar soms wel, maar vaak niet. Dat weten mijn mensen ook. Oké, en wat voor situatie heb jij meegemaakt dat ze zeiden hey, je moet het laten? De situatie is bijvoorbeeld, je komt op een leeftijd waar rappen niet meer echt stoer is. Je hebt de leeftijd dat je jong bent, oké, dat is goed. Mm-hmm. En je hebt de leeftijd dat je een beetje oud wordt, dat je denkt van ja, wat doe ik nu? Wat doe je nu eigenlijk, ja. En die periode zeiden mensen wel tegen mij van ja, rap, je gaat daar niks mee kunnen bereiken. Er zit geen money in, niks. Mm-hmm. En ik ben gewoon altijd door blijven gaan, man. En met mijn hoofd gewoon heet in de studio. En het blijkt dat je soms of vaak gewoon niet naar anderen moet luisteren en precies, jezelf moet volgen. Voorbeeld, jij. Ja. Ik denk dat jij ook in zo'n periode bent geweest van, hey, oh, ja. Snap je? Nu is het wel klaar om met die dingen. Je bent 18, 19, bro. Ja, man, broer. Nee, man. En ik maak filmpjes, bro. Ja, dus, ook nog. Ja, dat is klaar, man. Ja, maar hoe lang denk je dat je een dino bent, clown? Die gaat met die domme filmpjes, broer. Nee, man. Maar je toch, is een kwestie van sterk blijven. Ja. En aan het einde van de dag kan je dan vaak wel lachen van, hey. Ja, toch? En dan ook niet eens zeggen van, ik zei het toch? Gewoon, niet eens, gewoon laten gaan. Gewoon laten gaan in de wereld. Precies, we laten hem los en ja, toch? Je ziet gewoon hoe het is gekomen. Ja, ik denk stiekem van binnen brandt het nog misschien een beetje buiten. Snap je? Maar it's all love. It's all love. Dus als je dit ziet en je denkt van, hey, ik heb Jonna ooit gezegd. En het geldt ook nog voor de mensen die ook van je houden en willen dat je het ook beter doet. Hè? Snap je? Ja. Daar heb je ook gewoon die situaties bij. En klopt. Die kan je ook gewoon bewijzen, maar dat is gewoon all love. En klopt, jij bent gewoon blij klopt. Voor jezelf dat je ze hebt bewezen. Ja, snap maar je? Maar ook voor sommige mensen die niet met je benen, denk je gewoon van... Dikke middelvinger! Wat betekent dat?
jarig is. Oké. Nee, is goed, is goed. Duidelijke taal. Ga on to the next. Een weekend party, langs de Champs-Élysées. Jij bent niet geweest, dus zeg niet dat je weet. Shout-out Sam Ali, shout-out Brenna. Dat ik dit ben, van de Eiffeltoren naar de Big Bang. Ik wil niet zeggen dat ik rich ben, maar ik kan zeggen dat ik rich ben. Ik heb gestuurd. Je moet me deze even uitleggen. Ik wil niet zeggen dat ik rich ben, maar ik kan zeggen dat ik rich ben. Dat zeg je toch? Ja, toch. Je moet eigenlijk niet opscheppen, maar uiteindelijk wil je het toch wel laten zien. Ja. Dus het is niet van je wilt zeggen, maar je kan eigenlijk wel zeggen. Eigenlijk kan ik het zeggen. Oké. Dus ik zeg het nu ook op die track, snap je zo? Oké. Dus je zegt het op die track, maar je... Oké, je hebt het mooi verpakt. Nog steeds humble, ja toch? Nog steeds humble, ja toch? Maar... Het is gewoon een pakketje die je krijgt, Want jij bent wel een humble guy, zeg maar. Ja, op zijn tijd kan ik wel... Tuurlijk, kan je wel even, maar over het algemeen ben je gewoon tranky. Ja, ik ben gewoon tranky. Oké. En voor wie zeg je... Je kan niet meer praten, want je bent niet geweest. Mensen gaan wel naar Parijs, maar ze zijn niet in Parijs. Oké, ze beleven het niet. Ze beleven het niet, man. Oké, zitten gewoon hotelkamer. Nee, die pika gewoon aan die Eiffeltoren. Die echte dingen. Ja. Die Eiffeltoren is passé. Ja, toch. Oké, maar wat doe jij dan? Ja, wij zijn gewoon Champs-Élysées, man. Ja. Shopping spree. Ja. You know, hotels. Ja. Chillen. Ja, man. Ja. Ja, man. Dat is die shit gewoon. Dat is die shit, man. Oké. Ja, maar bij de Champs-Élysées, wat heb je daar dan gedaan? Beetje... Cartier gebaaid, Louis gebaaid. Ja, oké, gewoon een hoop dingen. Een hoop dingen, man. Oké, vind je dat erbij hoort als rapper? Als rapper, het hoeft niet. Je moet doen wat je wilt, je toch? Maar ik vind het wel leuk om te doen, man, als ik daar ben. Vroeger, ik zeg je eerlijk, weet je waarom ik het ook zeg? Vroeger ging ik letterlijk... Er was zo'n Somaliaanse bus die daar naartoe ging. Somalische. Maakt niet uit, bro. Dit is geen wat weet jij. Oké, Somalische bus. Ja? En die mensen gingen daarin om te stemmen. Ja. Snap je? Zij gingen daarin om te stemmen, protesteren. Mm-hmm. En dan mocht je mee voor 10 euro in die bus. Naar Frankrijk, naar Parijs. Wauw. Ook nog met de overnachting, hè. Wauw. Ja. Snap je? En dat deden wij dan. Wij deden dat gewoon, broer. Wij deden dat met al die 10 euro. Gingen mee. Mm-hmm. En bij die protest... We gingen met die bussen naar die protest, maar vanuit die protest gingen we dan naar Parijs. Van, nou toch? Ja, precies. Gewoon van... Ja, toch? Chillen, gewoon wauw. Oké, dus nu... En dat is wel daar zijn, maar je bent daar niet, broer. Snap je? Je bent gewoon... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap je. Je loopt gewoon. En dat, ja, die shit bedoel ik. Gewoon dat ik het nu wel echt meemaak. Ik heb het ook niet meegemaakt terwijl ik wel daar was. Ja, precies. Oké. Ja, dit is gewoon hartstikke duidelijk verteld. Ja. En heb je ook zoiets van, oké, ik heb het eerst niet gehad, dus nu... Mag ik ook wel een beetje? Tuurlijk, man. Iedereen wil het, man. Mensen die ook zeggen van ze doen stoer of dat of dat soort dingen. Die willen het ook. Ze willen het. On to the next stop. Dit vind ik een hele mooie tune ook. Maar ik denk, het is misschien niet iedereen's favoriet, maar die rap shit is... First of all, ik geef het toe, ik ben het bellen zat. Misschien ligt het wel aan mij, geef me een sterke shot. Wat bedoel je eigenlijk met je bent het bellen zat? Ja, je toch, als ik mensen tegenkom en ze zeggen van ze hebben me gebeld, deed ik alsof ik het niet had gezien, maar ik had het wel gezien, snap je? Ja. Maar omdat ik zo vaak word gebeld, het is niet iets persoonlijks. Ja. Ik word gewoon heel vaak gebeld en als ik iedereen ga opnemen, dan ga ik helemaal para worden, ga ik gek worden, snap je? Oké, nee, ik snap het, dus... maar dit verklaart ook waarom je me gisteren hebt geskipt, want ik heb gisteren gebeld. Ja, on the spot. Ik weet dat ik gisteren heel veel ben gebeld, maar ik was gewoon film aan het kijken op de bank. Snap je? Met mijn vriendin, gewoon chillen. Snap je? Oké. Ik zit je een beetje on the spot, maar ja, man. Dus misschien ligt het wel aan mij. Mm-hmm. Geef me een sterke shot. Oké. Ga gewoon met live. Oké. Nee, duidelijk. Ga door. Jonah Lekten is een trapper zat. Wat? Ja. Dat ik even nodig. Accountant zegt dat ik kan spenden, want we stekken zat. Die lijn vond ik een hele belangrijke in deze tune. Je zegt hij lekt en is het rapper zat. En die had je even nodig. Waarom had je die even nodig? Waarom had ik wat nodig? Ja, dus ze zeggen van... Ja? Jonah lekt en is het rapper zat. Ja? Die had ik even nodig. Oké, ja.
Ah, jeetje, toch, ik heb heel veel zangliedjes. Mm-hmm. Waar ik ook echt heel veel van hou. Jeetje, toch, zingen, daar hou ik ook echt van. Mm-hmm. Maar ik deed iets minder aan rappen, toch? Mm-hmm. Maar mensen waren even vergeten. Of ze weten niet eens, ik ken me vanaf het zingen. Ja. Maar ik ben eigenlijk gekomen als boom-bap rapper. Maar ik ging gewoon een beetje grenzen verleggen. Of nieuwe dingen doen. Toen kwam ik gewoon op dit. En dit vond ik super leuk. Maar ik wilde gewoon terug naar het begin. En even laten weten van, hé. Ik kan ook rappen, je weet toch? Ja. Okay. En die shit had ik even nodig, dat ze gewoon zeiden van, hey, je rapt niet meer, maar fuck hem met jou. Je bent wel lekker. Want je bent rapper, maar vind je het erg als mensen je zanger noemen? Of ja, vind je ook prima? Ja, liever rapper toch, of misschien artiest zelfs. Oh ja, ja. Die wilde ik doen. Verder. Dus ik los een stukje grond af voor de helft af. Na afwisseling zag ik dat jij in de kerk was. Ik judge niet, maar judge mij ook niet. Was er lid sinds, new wave. Ben op je pizza for a few days. Andere whip, maar een new day. The boys keep talking to girls. Hoe kan je dan gaan praten? Wat heeft new wave voor jou gedaan? Je zegt, ze zijn lid sinds new wave. Ja, new wave heeft heel veel shit voor mij gedaan. Het heeft mij een lijpe platform gegeven, een grote platform gegeven. Mm-hmm. Ook met artiesten gewerkt die er toen al waren, waardoor al die shit groter werd. En ik heb me ook erg, heel erg ontwikkeld in één week. Mm-hmm. Echt lijp ontwikkeld, ook gewoon door die goede energieën die daar waren. Ja. En alle successen die daar bij kwamen, man. New Wave is gewoon een stukje geschiedenis. En het hoort ook echt bij geschiedenis van John Afrees. We gaan door. We gaan mooi door. Shout out naar Chief sowieso. Want je zegt ook, ik spende 10k en CP'tje was erbij. Ja toch, ik was met hem, man. Met geen spenden? Ik ging 10k spenden, man. Hop. Dat wij twee weten gewoon. Oké, is privé. Het is privé, maar als de camera's uit zijn, dan zeg ik. Oké. Nou, spannend. Ja, maar daarvoor zei je wel, Champs-Élysées, je hebt dit, dat gebloot, dus dat kon ook die 10 kassen. Nee, dat was niet. Oké, dat was 5k. Heb je net een bot op een huis gedaan? Ikke? Ja. Nee? Ik weet niet hoe je daarbij komt. Waarom zeg je, waarom lieg je dat? Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet gezegd. Hè? Rijden we nu in jouw auto, een GLA. Je bent fucking zielig. Okay. Je bent zo zielig, ik ga dit gewoon erin zetten. Ik ga het gewoon laten. Ja. Want je bent gewoon... Deze man, kijk, dit bedoelde ik dus met die vibes, mensen. Hij wil altijd in deze vibe gaan. Hij praat over mijn geld, broer. Mensen, luister, ik rijd inderdaad... Niet alles gaat om geld, hè, dat je dat weet. Kut! Dan moet je niet alles gaan doen. Lekker! Jonah! Ja. Lekker! We moeten even over andere dingen praten. We praten helemaal over monitoring. Lekker, mensen! Nee, 10k, 5k, Champs-Élysées. Nee, broer. Mensen, luister! Even over andere dingen. Mensen, luister! Hij probeert jullie gewoon in iets te zetten. Helemaal niet. Hij doet dit expres, zodat het lijkt alsof dit is Jonah. Ik ken hem langer dan vandaag. Ik rijd inderdaad een zwarte GLA. Mensen vragen zich vaak af. En hij rijdt een zwarte Range Rover Evoque. Ja. Dit is die bike van jou, broer. Ik zeg er jou ook erbij. Mogen ze toch ook weten? Dat mogen ze weten. Ja. Ze weten, ik rap dat alleen maar. Ik ben koud en trots op. Oké, ja, ik ben er ook trots op. Zo, je mag trots zijn, broer. Tuurlijk. We rijden dus allebei twee zwart op zwart auto's. Ja. En er was een tijd dat ik zwart in de trein ging naar hem. Naar mij toe, zeker, man. Ja, dus man. Ging naar Zandam en dan zat ik in zijn woonkamer. En we kennen elkaar, we zagen elkaar voor het eerst. Ja, en het was gewoon al meteen van aai. Toen vroeg ik hem, kan je me volgen op Twitter? Toen deed hij heel erg moeilijk, dames en heren. Ik begrijp helemaal niks van. Je komt bij me slapen, alles. Ik vraag je van, hey, volg me even. Bro, deed ik moeilijk? Ik deed echt niet moeilijk. Je deed wel moeilijk, even, man. Hij zei van, ik volg bijna niemand. Nee, dit is niet waar. Bro, als er twee mensen zijn die ik gewoon meteen luister, heb gevolgd, zijn het jij en Brandy. Nee, maar je ging eens uitleggen, bro. Je ging eens uitleggen, man. We gaan Brandy vragen. We gaan hem zo facetimen. Broer, ik heb meteen... Deze was echt van... Nee, man. Brandy heb ik niet eens gevraagd. Ik had hem gewoon zelf gevolgd zelfs. Ik volgens mij zelfs allemaal. Ik had je gevraagd, bro. Ik ben nog op de ping. Oké, naspang. Kan wel, maar in ieder geval, we hebben het er beide goed van gemaakt. Shout-out naar jou, gewoon een handje. Shout-out naar jou, bro. Mooie hand. Ja, shout-out naar jou. En mogen er nog meer blessings komen. Zeker, man. Oké. Nou mensen, dat was Op één Lijn.
Met Jonah Fraser. With Jonah Fraser. De Fano Holwijn. De Fano, sluit jij het maar af, wat doe jij maar. Ja toch, ja. Dat was super gezellig. Jullie hebben meer informatie over mij. Maar ik heb ook informatie over de Fano eruit kunnen halen. Dus veel kijkplezier. En volg ons op, social media. Jonah Fraser overal. Snapchat is het OVOJF. Hij kon die naam niet veranderen. Dus ik kan het niet veranderen, dus ik moet het zo laten. Maar sowieso shout-out naar Drake. Maar het is niet dat ik, dat ik echt OVO wil zijn. Maar het was gewoon een impulsieve actie, weet je. Dus... als iemand impulsief? Weet, ja, maar als iemand het kan niet, bro, het kan niet, je hoeft niet als te iemand vragen, weet kan hoe niet. Je Snapchat naam verandert, het kan niet. Let me know. Maar goed, in ieder geval hebben we dus de afsluiting van Jonah Fraser. Een dikke shout-out aan Jonah Fraser. Wie wil jij volgende keer zien? Laat het weten in de reacties. Heb jij bepaalde vragen? Laat het weten in de reacties, want ik check ze echt, mensen. En hopelijk tot een volgende keer. Gaan ze overal volgen. Love. Thanks voor het kijken. Lobby. Check mijn EP. Is uit Bless 2. Right now. Tjalla. Grauw. Peace. Oké, wacht. Laat me nog een stukje zeggen. Goed. Mensen, voor als jullie de telefoon hebben gezien. Inderdaad, het is nog niet helemaal opgelost. Ik ben nog aan het zoeken naar de beste oplossing. Dus het komt goed. Ik weet het. Voorbeeldfuncties. Sorry. Hij probeerde dit, maar dit plakt niet. Dit plakt niet. Dus maakt niet uit. Dus ga niet para doen in die comments. Weet je toch? Don't try this at home gewoon. Snap je? Nieuwe aflevering met niemand minder dan Jason Trail. Jason Trail, als je hem nog niet kent, leer die man kennen. Wat is je laatste EP? Happy Land. Happy Land tape is fire. Ik kan je raam een beetje open. Of, ja man, heb je het koud? Ja. Warm. Warm. Warm, ja. Kom die candy kush man. Oh, oké, ik snap. Oké, hij is een beetje open. Is hij nu safe? Toch? Ja toch? Oké. Okay. Ja.